De regenboog in Naaldwijk heeft gekozen voor halve dagen school. Wij wilden gewoon dat we de kinderen vier keer per dag zouden zien. Dus vier keer per dag een contactmoment gedurende twee uur en drie kwartier. Kan je dan je core business, dus de, 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 de hoofdvakken, kan je dan uh, goed aan die kinderen instrueren. We doen ook nog een gymles tussendoor uh, van een half uurtje. We zitten hier in een geweldige omgeving, dus dat is allemaal te lukken. In Poldijk gaan de kinderen hele dagen naar school. Het belangrijkste was daarin toch dat uh, dit voor, uh, ja, vooral voor ouders uh, wenselijk is. Omdat als zij kinderen brengen en ze moeten thuis aan de slag, uh, ja, dan is uh, een halve dag heel onpraktisch. Uh, en als de kinderen een hele dag op school zijn, kunnen ze in ieder geval die dag goed benutten om ook echt. Uh, constructief aan werken, bezig te zijn. We willen zoveel mogelijk zorgen voor spreiding, uh, niet zozeer van de kinderen, maar van de ouders. Dat die uh, hier op het veld ja, enorm veel ruimte, dat die opgesteld kunnen worden. Hier links beginnen we met 3a, 3b, groep 4, groep 5. En uh, we gaan ervan uit dat de kinderen van groep 6, 7, 8 zelfstandig naar school komen. Nou ja, uh, zeker bij aankomsten op school zullen er veel uh, nou, kinderen met ouders hier uh, aankomen, hier bij het hek ook. En uh, ja, het punt is dan, uh, komt er een ophoping, uh, uh, ja, uh, is iedereen uh, bewust van de doorstroming, het afleveren van kinderen. Al ja, oh, klinkt het een beetje gek, je levert je kind af. Dit is de, de hoofdingang van de school. Hier worden de kleuters naar binnen gebracht. We hebben vier kleutergroepen. We hebben de ouders een plattegrondje gestuurd waarin ze kunnen opstellen. 1-2-A, 1-2-B, 1-2-C en 1-2-D kan bij een volgende ingang nog naar binnen. We hebben zelfs een zwangere leerkracht die, die toch heeft besloten om te komen werken. En je merkt dat dat echt zit in het verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is bij ons, maar volgens mij bij leerkrachten in het algemeen gewoon heel groot. Leerkrachten die willen gewoon zo graag weer aan de slag met kinderen dat, ja, dat zij toch willen komen werken. En uiteindelijk is er één iemand geweest die het om gezondheidsredenen niet aandurft, waarvoor ik natuurlijk alle begrip heb. Vooral de scholen die het advies van de minister niet hebben gevolgd krijgen kritiek. En... Je hebt ook jonge directeuren die krijgen er echt heel veel last van. Van de ouders die dan gaan reageren. En dat vind ik heel vervelend voor ze. En eh, ik heb er zelf ook last van gehad. Niet alleen de jonge directeuren. Maar ik wil eens zeggen: van, laten we alsjeblieft achter een keuze staan die een school maakt. De nieuwe weg heeft ook nagedacht om halve dagen open te gaan. Dus voor de kwaliteit zou dat eigenlijk en praktischer zijn en misschien een betere optie. Um, dat is waarom wij ook uh, zeker die optie besproken hebben. En, uh, nou ja, uiteindelijk niet voor de andere optie gekozen hebben, omdat we digitale mogelijkheden hebben en daarin best ver zijn, konden we dat opvangen. De bovenbouw kan namelijk lessen thuis via de computer volgen. De uitkomsten van het onderzoek over de openstelling van de basisscholen zijn te lezen op onze website.